Ik ben Jan Pieps, ik ben fotograaf. Ik fotografeer vooral veel reclame. Het gaat van reclameprojecten tot Photoshop-projecten, tot manipulaties. Ik ben niet zo'n klassieke fotograaf. Maar ik ben iemand die heel veel foto's manipuleert. Ik fotografeer en dan denk ik, wat kan ik gaan veranderen? Soms kan dat in opdracht zijn, maar meestal zijn dat eigen projecten. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de realiteit op zich, maar ik ben altijd geïnteresseerd in de realiteit zoals het zou kunnen zijn. Dat vind ik veel boeiender. Ik heb heel lang gefotografeerd. In het begin, toen ik nog jonger was, fotografeerde ik mooie landschappen. Dus ik reis heel veel, dan ging ik op zoek naar plaatsen die mooi waren. Het probleem is dat je dan thuis komt met een foto die mooi is. Want je kent dat gevoel zelf wel, dat je ergens op een berg klimt, dat je een fantastisch zicht hebt. Je neemt dan een foto van. Je keert terug naar huis, je toont dat aan je familie en je vrienden en die hebben zoiets van, oh ja, ça va, mooi. Maar het is heel moeilijk om dat gevoel dat je krijgt als mens van de wereld, van het landschap, om dat terug te brengen in een foto. En heel vaak als je iets fotografeert die mooi is, dan krijg je geen sterk beeld, maar dan krijg je een soort reproductie van iets die mooi is. En het is daarom dat ik eigenlijk op zoek ga naar, dit is mooi en dit is mooi en dit is leuk, maar dit samen geeft dan weer iets heel anders. En ik is een soort ultralandschap, zullen we moeten zeggen. Het is om weer te voelen dat je er echt bent, dat je niet onmiddellijk weet naar wat je kijkt. Je ziet eigenlijk op het eerste zicht in een landschap, maar dan komen we tot een constatatie dat je eigenlijk in een trein zit en dat je naar een landschap kijkt. En, ja, het is heel vreemd, maar normaal gezien zie je vanuit een trein geen zo'n landschap. En daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik ben altijd iemand die op zoek gaat naar een soort subrealiteit. Ik ben nu bezig met een reeks over mensen die 's nachts tuinieren. Ik kreeg ook ooit eens naar huis van mijn werk. Dan had het rond de 11, 12 uur was. En ik zag een oude man, het was al donker, een oude man die zijn haag aan het scheren was. En dus naast hem in het huis zat er een vrouw televisie te kijken. Ik vond dat zo'n poëtisch beeld dat ik dacht, wat moet er iets mee doen? Het probleem is dat je 's nachts niet kunt fotograferen. Je kunt 's nachts fotograferen, maar je moet nog sluitertijden van 30 seconden, soms meer. Dus alles die beweegt, dus ieder blaadje die beweegt of ieder mens die beweegt, dat kun je niet fotograferen. Dus ben ik dat eigenlijk moeten gaan enceneren. Het is een redelijk groot project aan het worden momenteel, dus met acteurs en helemaal geënsceneerd met belichting. Maar er staat al een foto op de website, maar het is niet zo fijn. Ik denk dat het maar in 2015, 2016 zal klaar zijn. Maar het is ook, als dat je ziet in het beeld kan, dus het is realistisch, maar het is gemanipuleerd. Dan ga ik daar ook wel bepaalde dieren gaan fotograferen, dat ik in dat landschap breng en mensen van een ander, van een studio ga ik in dat landschap plaatsen. Dus het gegeven, het eindresultaat moet redelijk realistisch zijn, maar wat er gebeurt in het beeld moet eigenlijk een beetje onrealistisch of surrealistisch zijn, zou het zo zijn. Maar ik doe eigenlijk niet liever. Ik ben echt niet zo'n fotopurist. Ik vond dat vroeger op school vond ik dat al, van dat mag niet, van dat is niet realistisch en dit mag niet en dit mag niet. En maar dat is gefotoshopt. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Alleen, als je nu louter ziet hoe dat wij als mensen naar de realiteit gingen, onze visie is ook gekleurd. En eigenlijk photoshop mij in alles dat we zien, photoshop, maar we zien eigenlijk ook alleen maar wat we willen zien. En vroeger was die photoshop er niet, maar dan werd er ook een stuk van de foto gesneden. En eigenlijk is dat ook een stuk censuur, hè? Als je een stuk van je foto snijdt, je kent dat bekend beeld van een naakte meisje die in de Vietnamoorlog zo verbrand door de straat loopt. En eigenlijk is dat een stuk van die foto gesneden. In het originele beeld staat er rechts een soldaat die zijn camera aan het herladen is. En als je dat eraan laat, dan krijg je een veel minder dramatisch beeld, vind ik, dan
En dat is ook niet verkeerd. Allee. Bijvoorbeeld in de donkere kamer werd er vroeger ook van alles gedaan die niet strook met de realiteit. Maar, ja. Mensen hebben zoiets van Photoshop is verkeerd, maar ja. Onze visie is sowieso gekleurd, denk ik. En eigenlijk accentueer ik dat een beetje met mijn werk. Ja. Ik vind dat mensen in mijn foto's mogen zien wat ze willen. Allee, als mensen spiritualiteit en nostalgie in mijn beelden vinden, mogen ze dat gerust zien. Maar ik heb dat niet echt. Vind in reportage en documentaire kan dat heel belangrijk zijn. Dat als je het verhaal leest en je ziet dan de foto, dat die foto een bepaalde meerwaarde krijgt. Maar in mijn werk is dat zo belangrijk. Ik zal zelden een uitleg of een tekst bij mijn foto's zetten. Ik ben niet iemand die graag fotografeert, ik wil het zo zeggen. Het is meestal is het dat ik het moet doen. Allee, het is een soort noodzaak dat ik voel van het is een beeld dat ik wil krijgen en dat moet nu gefotografeerd worden. Maar omdat ik zo. Er komt heel veel zin bij mijn foto's. Heel veel licht, heel veel acteurs, heel veel encenering, heel veel werk nadien. En er kan zoveel verkeerd gaan. Het zit afhankelijk van de wind, van het weer, van het licht. En het is heel frustrerend soms wat ik doe. Ik ben meer tevreden eigenlijk met het beeld achteraf dan met de acte op zich. Ik denk dat er veel fotografen zijn die liever die de acte van het fotograferen leuker vinden dan het effectieve beeld. En bij mij is het wel omgekeerd, denk ik. Meestal haal ik mijn inspiratie uit films en Google Maps ook. Maar ik heb niet echt een... ik zeg het, ik haal mijn inspiratie van fotografie vooral uit film. Ik denk niet dat ik heel... Alleen, ik bezig ben, maar ik wil een fotoreeks maken of een soort fotografie in de trant van die fotograaf of die stijl of die... Maar altijd op zoek naar een verhaal of een setting waar er iets zou kunnen gaan gebeuren of gebeurd is zonder dat er op dat moment iets gebeurt. Christopher Nolan vind ik een heel goede regisseur en Steven Spielberg vind ik een heel goede regisseur. Ja. Er zijn ook mensen die heel vaak bezig zijn met verhalen en het groteske die in hun beelden zit. Ik weet dat ze hebben mindere films gemaakt ook, maar ja. Ik ben een beetje een allesvreter als het op film en fotografie aankomt. Ik kan documentaire fotografie bijvoorbeeld heel mooi vinden, maar ik zelf ga heel zelden documentaire fotografie doen. Omdat ik het niet kan, denk ik. Ik heb er niet... Of portret. Ik kan portret heel mooi vinden. Brian Schutmaat, ik weet niet of je die kent. Brian Schutmaat vind ik heel goed. Maar ik zou dat zelf niet kunnen. Ik ben er niet sociaal genoeg voor, denk ik. Dat een goede reportage, een goede documentaire of een portretfotograaf moet je ook kunnen op mensen afstappen. Als je bijvoorbeeld ziet naar Stefan van Vleder, met een fantastische beeld. Maar ik zelf kan dat niet. Ik moet op voorhand alles maken en daarna kan ik, dat niet goed gezegd, hè. Ik moet zelf eigenlijk alles op papier hebben en moet zijn dat moet er zo uitzien en dat moet thuis. Maar een controlefreak als het neerkomt op fotografie en ineens dat helemaal in mijn hoofd zit, dan kan ik aan het werk gaan. Ik ga niet zo intuïtief zomaar iets fotograferen. Ik denk als mensen uiteindelijk aan mijn werk zien dat ze de hele dag denken van dat is kunst en dat is dit en dat is dat, maar uiteindelijk alleen, ik denk dat dat het enige is wat ik goed in ben. Moet het nu morgen tot de constatatie komen dat ik niet meer kan fotograferen, of dat niks opbrengt of dat tot niets leidt, zou ik echt niet weten wat ik moet gaan doen. Maar ik denk dat dat bij veel mensen is. Alleen. Maar los daarvan denk ik er niet zoveel over na. Ik ben erin gesukkeld omdat ik dat graag doe en omdat ik dat graag doe. Ga er doorheen verder en uiteindelijk wordt dat iets van jezelf. Hè. Je kunt er niet veel, je kunt er precies niet meer terug, wat zo zijn. We zijn ervan overtuigd dat er heel veel beroepsfotografen zijn die slechte fotografen zijn. En denk dat er heel veel amateur- of hobbyfotografen zijn die heel, heel mooie beelden maken zonder dat ze misschien zelf beseffen. Wat is ook een beroepsfotograaf? Is dat iemand met een btw-nummer? Is dat iemand die... Ja. Ik maak dat onderscheid niet. Ik ben al heel vroeg bezig met Photoshop. Het heeft mij altijd geboeid, Photoshop. Ik denk ook al... Ik heb er ooit een boek van gekocht, dat nog voor de CS-versie, voor de kenner.
En ik was daar heel, heel lang mee bezig en ja, altijd gefotoshopt. Maar Photoshop is eigenlijk niet meer dan een middel om mijn doel te bereiken. Ik zou het even goed kunnen uitknippen met een schaar en plakken. Het is niet dat ik manipuleer, het is eigenlijk, het is wat knippen en plakken dat ik doe. En eigenlijk dan, zo verschieten van de dingen die eigenlijk nog echt gefotografeerd zijn. Sommige dingen kunnen niet photoshoppen ook. Hè. Op het moment dat dat licht heel complex wordt, kun je eigenlijk niet gaan photoshoppen. Dus, wordt dan gezegd, je kunt in de studio fotograferen, dan knipt het uit en plakt het daar, maar zo werkt het niet. Het is heel moeilijk. Soms is het een test van dat kan en dat werkt niet. En dan moet je opnieuw gaan doen. En, ik denk dat je soms een dag vooruit trekt, duur dan een week, en moet je dan opnieuw gaan doen. En het is, ik zie er wel een boodschap in, maar het zou kunnen dat de kijker van de foto er een andere boodschap in steekt. En dat mag dat wel. De boodschap dat ik wil meegeven, meestal met mijn beeld, is dat wat we zien er niet echt... Well, ik wil wel anders zijn. De boodschap is dat ik zelf wil meegeven, is meestal dat wat dat wij zien eigenlijk gekleurd is. Dat iets anders is dan... Of dat voor mij iets anders is dan voor jou. Allee, niets is wat het lijkt, ik ga het zo zeggen. Heel vaak zie je toch iets en dan, als je dan de tekst leest bij een foto, blijkt het weer iets anders te zijn. Of je leest een verhaal en dan klopt dan achteraf ook weer niet. En, onze visies zijn heel gekleurd van afhankelijk hoe dat wij ons voelen, of hoe oud dat we zijn, of van waar dat we komen. En ik denk dat met de fotografie ook zo is. Als je een beeld maakt, is er altijd iets die... iemand anders ziet daar iets anders in dan nog iemand anders. Ik geef dat in die tekst ook mee. Als je droomt, dan maakt het zo je eigen landschap. Dus, als je dat is over verbabbeld, als je dat verbabbelt met andere mensen, iedereen droomt een beetje anders. Maar die dromen spelen zich af in een bepaald landschap. En die landschappen of die interieuren, wat die droom zich afspeelt, dat komt heel vaak terug. Maar het probleem is dat je dat meestal niet vindt in de realiteit. En dan moet je dat gaan construeren. En heel vaak vertrek ik ook van de dingen dat ik droom. Ik heb zo'n een reeks over konijnen ook. Ooit is gedroomd dat ik achtervolgd werd door een konijn in maatpak. Dat klinkt heel vreemd, maar dat was een droom die constant terugkomt. En ik dacht, ga dan een fotoreeks van maken. Wel, momenteel ben ik bezig met die Night Gardeners. En dat is al redelijk grotesk iets. En dat vraagt eigenlijk momenteel, als het op mijn vrij werk aankomt, is dat nu eigenlijk hetgeen wat er 100% van mijn aandacht naartoe gaat. En los daarvan ben ik eigenlijk met niet veel anders bezig.